Sportpark De Westbroek staan we hier bij de atletiekvereniging ACO van Elderen. En ik praat met Yvonne Hoekman, organisator van de wandelvierdaagse in Ommen. Yvonne, op jouw shirt staat organisator wandelvierdaagse Ommen. Mag ik jou de kartrekker noemen van deze avond vierdaagse? Nou, ik niet alleen. Samen met Ede zijn we begonnen. De allereerste keer. En Odilia Poel. Ja. En die heeft na het eerste jaar had ze het gewoon veel te druk. En toen bleven wij met z'n tweetjes over. En toen hebben wij gezegd van nou, we proberen een paar andere dames. Ja. Die zo gek wil zijn om deze vierdaagse verder te zetten, zeg maar. En de organisatie bestaat natuurlijk uit heel veel vrijwilligers. Heel veel vrijwilligers, ja. De echte organisatie is vijf dames. En we hebben heel veel vrijwilligers die ons helpen met families, vrienden, bekenden, ja. Alles wat. Hoe lang organiseren jullie al deze avond vierdaagse? Dit is de zesde keer. Ja. Elk jaar andere routes? Nee, nou zijn ze averechts, zeg maar. Dus het is net andersom met vorig jaar. Ja. En wie stelt die routes samen? Ik. Dat doe je zelf. Ja. Is ACO hier ook bij betrokken? ACO van Elderen? Wij mogen de baan gebruiken. We mogen de trainers die zijn gewoon ergens anders. Die trainen ergens anders. En dat werkt perfect. Ja. Ja. En er worden drie afstanden gelopen? Drie afstanden gelopen. 3, 5 en 10. Ja. Hoeveel deelnemers dit jaar? We hebben bijna 1300 deelnemers. Op de slotdag. Een défilé. Ja. Dat is altijd heel groot. Kun je er iets over vertellen? Dan mogen alle scholen, dwaas, gek, ik zou zeggen, kom morgen gewoon kijken. En we hebben vier bands, Soli, Crescendo, Flater en de Bazuin. En die begeleiden alle lopers naar het eindpunt. Mm-hmm. Het laatste stukje van Profit Gym naar hier. Yvonne, dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan, graag gedaan. Vier stoere lopers van het coloriet. Hoe heet jij? Hola. Emma Zijda. Heracles Schotten. Wille Zijda. Waarom loop jij mee? Ik doe mee met de wandelvierdaagse. En waarom loop je dan mee? Mijn moeder wil graag wel lopen. Oké. Okay. Wat vind jij nou leuk aan het wandelen? Nou, je kunt heel veel dingen zien en dat vind ik nou echt wel mooi. Wat vind je nou het allermooiste om te zien onderweg? Het bos. Wat zeg je? Het bos. Het bos. Je houdt echt van een boswandeling. Hoe vaak heb jij al meegedaan? Ik geloof, als ik nu vertel, 3 of 4 keer. Dus dat is al heel vaak. En jij loopt voor de eerste keer? Dat weet ik niet. Hè. Heb je er heel veel voor geoefend? Nee. Helemaal niet? Nee. En hoeveel kilometer loop je dan? 5. Zo, vind ik wel heel stoer zeg. Bij de microfoon een hele enthousiaste groep, hè, die allemaal meelopen. Maar ik ga even naar deze meneer. Hoe vaak heb je al meegelopen? Nou, sinds onze kinderen op de basisschool zitten, zeggen, lopen we eigenlijk al mee. Dus ik denk, onze oudste zit in groep 8, dus dat is voor de 8e keer waarschijnlijk. Ja. En dat doe je dus eigenlijk hoofdzakelijk voor de kinderen? Ja, maar ook wel voor mezelf. Ik vind het allemaal een beetje in beweging blijven wel leuk. Ja. Het bewegen is het voornaamste? Ja, voor mij wel, ja. Ja. Ik heb een zittend beroep, dus ik doe het veel te weinig. Dus dit is alleen maar goed voor mij. En wat is de afstand die je loopt? Wij lopen, dit is het eerste jaar dat ik 10 kilometer loop. En de vorige edities heb ik gewoon 5 gelopen. Maar nu de oudste dochter loopt 10, dus loop ik met haar mee. En de slotdag, belooft dat nog iets bijzonders? Ja, de slotdag is altijd leuk. Hè? Veel mensen aan de kant en veel vrienden en familie. Dus dat is hartstikke leuk. Ja, absoluut. Oké, nou, we wensen je heel veel plezier bij. Ja, dankjewel. Okay. Bij de microfoon Marita Hartold, een van de organisatoren van de Ommer Wandel Vierdaagse. Marita, hoe kijk je terug op deze slotdag van de Vierdaagse? Nou, met een heel goed gevoel. Het weer was natuurlijk geweldig. Mensen waren tevreden. Dag 1 liep iets minder, maar dag 2 en dag 3 en dag 4 loopt alles prima. Dus het gaat eigenlijk als van een leiend dakkie. En de sponsoren, zonder sponsoren konden wij niet draaien. Maar die hebben ons heel erg gesteund en dat waarderen wij heel erg. Dus zijn er nog verbeterpunten? Er zijn altijd verbeterpunten. De routes moeten geëvalueerd worden, maar dat doen we elk jaar. Tuurlijk, want je moet elke keer weer beter worden. En we proberen ook wat veranderingen door te voeren altijd. Dus dat gaan we zeker nog doen. En we gaan ons nu opmaken voor het défilé? We gaan ons nu zeker opmaken voor het défilé. Ja, daar hebben we er zin in. Oké, veel plezier erbij. Dankjewel.
Bij de microfoon praat ik met... Boons Davies. Boons Davies. Hoe heb je deze week beleefd, de avondvierdaagse? De avondvierdaagse? Ah, dat is hartstikke leuk. Wat mooi gelopen met de kleinkinderen. Huh? Alleen 3 kilometer, maar dat was wel genoeg. Het was genoeg? Ja. Ja. Het was mooi weer? Ja, lekker weer. Heerlijk. Ja. Huh? Wat was voor jou het allermooiste, het hoogtepunt? Het hoogtepunt? Deze. De eind. De kinderen. De tijd en de kinderen. Dat doen we altijd voor de kinderen. Ja, ja. En nu ga je de medaille ophalen. Klopt. Oh, die heb je al? Ik heb mijn medaille in. Oh, geweldig zeg. Kijk. Ja, dat ziet er goed uit. Ja. Nou, gefeliciteerd. Nou, dankjewel. En geniet er nog van, hè? Ja, oké, okay, dankjewel. Oké. Okay. En ophalen. Zo, laat ik zo. Kijk. Zo. De camera.